Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wil geen uitspraken doen over de zaak waarbij Marciano Hellings, bondsvoorzitter van de Ogane Werknemersorganisatie OWAS, is ontslagen. Hij sprak journalisten eerder deze week met de mededeling dat een clusterteam zich buigt over deze zaak. Dus wij houden ons bezig met de problematiek, met het probleem. Voor mij was van belang om de stroomvoorziening naar u, naar mij thuis te garanderen. Dat is nu het geval. En die cluster buigt zich over de materie. De rechtszaak die was ingediend, want daarover is er misverstand ook in de samenleving. De rechter heeft een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van de vakbondsacties. Ja? Niet over het ontslag van meneer Hellings. Dat is een andere procedure. Dat is een procedure via de arbeidsinspectie. De minister laat het verder aan de arbeidsinspectie om te oordelen over deze kwestie. De vakbond heeft naar aanleiding van het ontslag van Hellings haar misnoegen geuit in de vorm van acties die volgens de kortgedingrechter opgegeven moesten worden. Abiyamofo zegt dat de werknemers zich nog massaal ziek melden, maar wenst daarop niet verder in te gaan. Hellings is ontslagen voor het delen van informatie over bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever.